En dat is toch wel fijn als je al zoveel jaar fulltime aan het werken bent. Dat je niet als eerstejaars student weer helemaal terug naar schoolbanken gaat, maar dat je eigenlijk gewoon je kennis aan het verbreden bent. Ik ben Cindy, 25 jaar, ik kom uit Utrecht. Ik doe de opleiding verpleegkunde aan Hogeschool Leiden. En het is de verkorte doorstroomroute voor social work, afgestudeerde. En dat is dus binnen 2 jaar in plaats van binnen 4 jaar. Deze opleidingsvorm biedt mensen die al sociaal werk hebben gedaan, die echt als professional in diverse settings werken, om aanvullend op wat ze al kunnen en doen, extra mogelijkheden te krijgen. Bijvoorbeeld op het medische vlak, dus medisch, technische handelingen uitvoeren, maar ook medicatie toedienen. Ik heb gekozen om eigenlijk mezelf te verbreden naar verpleegkunde. Ik denk 2,5 jaar geleden werkte ik op een kliniek. En dat vind ik eigenlijk het leukste werk, echt die acute psychiatrie. Alleen daarin heb je toch heel veel te maken met medicatie en somatiek en lichamelijke problemen en dat niet alles gedrag is, want daar is social work heel erg op gericht. En zodoende dacht ik, nou, daar wil ik wel gaan specialiseren. En nu kwam deze kans voorbij dat het binnen 2 jaar kon, in plaats van weer een 4-jarige bachelor erachteraan te gooien. Cindy heeft een sprankelende, onbevangen kant, een vrije kant, maar ook een kritische, serieuze kant. En dat is een ontzettend mooie combinatie. Wat mij het meeste aanspreekt in het opleidingsprogramma is eigenlijk dat het dus niet fulltime is. Het is 1 dag, daarnaast kan je nog heel goed werken. Je leert ook heel erg de theorie, maar het is ook heel erg praktijkgericht. De leukste vakken die ik eigenlijk hier bij de opleiding verpleegkunde vond, was met name de medische biologie. En daarbij het stukje klinisch redeneren en dan ook echt het aanleren van de beroepsvaardigheden. Want dat is echt volledig nieuw ten opzichte van mijn SPH social work opleiding, zeg maar. Ik ben nu werkzaam binnen GGZ Rivierduinen op de psychiatrische eerste hulp. En dat is onderdeel van de crisisdienst van Rivierduinen. GGZ Rivierduinen is een instelling voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Hier in Rijnvesten is een vrij unieke afdeling, dat heet de psychiatrische eerste hulp. Wanneer er dus nu een patiënt binnenkomt, is dat er dus eigenlijk heel erg breed naar iemand kan kijken. Dus je kan heel erg kijken naar het ziektebeeld, hè, dus naar het gedrag. Maar ook, wat gebeurt er nou lichamelijk? Is er nou met medicatie iets fout gegaan? Of is er een onderliggende ontsteking? Waardoor je dus eigenlijk ook een veel vollediger overdracht kan doen naar de artsen. Wat Cindy eigenlijk heel bijzonder maakt, is dat ze al zo'n rijke ervaring heeft met het omgaan met ander gedrag. Dat maakt dat zij in de basis eigenlijk al heel goed kan functioneren binnen de GGZ. En je ziet aan haar dat ze nu echt een transitie aan het maken is, maar wat is daarbij dan nu mijn verpleegkundige blik? Rekening houdt ook met haar ervaring die ze al met social work heeft opgedaan. Van social work, best wel ervaren, coördinerend begeleider was ik naar leerling. Maar uiteindelijk ben ik wel trots dat ik het gedaan heb en ook die opleiding straks lekker gehaald heb. Heeft mijn verhaal je nou enthousiast gemaakt? Kijk dan snel op de website voor meer informatie voor de opleiding HBOV, doorstroomroute voor social work.